Goedemorgen, goedemiddag. Het is al middag, burgemeester. Goedemiddag. Hoe gaat het met u? Mij gaat alles prima, dank u. Welkom in onze glazen stembokaal. Wat vindt u ervan? Ik moet zeggen, het is een hele belevenis. Het is de eerste keer dat ik mij in zo'n bokaal, precies als de houtvissen, voor mij opgesloten zit. Ja. En voelt u zich als een vis in het water of eerder omgekeerd? Ik wacht nog wat af om daar uitspraak over te doen. Oké, ik begrijp het. Ik begrijp het. We gaan er onmiddellijk in vliegen. Eerst en vooral de dorpskernvernieuwing. Er is 30 jaar over gepraat. En dat was een van de dingen die de luisteraars toch opviel. Maar sinds vorig jaar is de dorpskernvernieuwing eindelijk gestart. Proficiat, burgemeester. Dank u wel. Inderdaad, eindelijk is hier op zijn plaats. We hebben er lang over gedaan. We hebben heel wat plannen gemaakt, heel wat over gediscussieerd. Maar nu zijn we volop gestart en de bewoners weten dat ondertussen al duidelijk. Het zal wel veel centen kosten. Het duurste project ooit? Het klopt. Het is inderdaad het meest ambitieus en het duurste project ooit. We hebben nog nooit zo'n grote oppervlakte aan pleinen en aan straten en aan voetpaden in één keer aangepakt. Oké, goed. Dat zal er daar goed uitzien. Voor wanneer is het einde van de werken gepland? Oh, dat zal in 2021 zijn. Het is echt, de dorpskern van Langemark is behoorlijk groot. Alles verloopt heel gefaseerd, dus we gaan toch wel nog een aantal jaar zoet zijn. Oké, de inwoners zullen geduld moeten hebben. Heeft u geduld in uw job als burgemeester? Ik probeer dat te hebben en ik word meestal nogal gedwongen om geduld te hebben. En dat is niet altijd eenvoudig. Soms zou ik een aantal zaken ook wel graag wat sneller zien vooruitgaan. U lijkt mij wel iemand die zich niet snel opwint. Wel, ik ben ook niet aan mijn proefstuk toe. Ik ben ondertussen toch al 16 jaar burgemeester van onze gemeente. Dus op den duur leer je toch wel een en ander en wat geduld uitoefenen, inderdaad ook. Oké, zowel Stef als Sylvie die signaleren toch een probleem. De verkeersveiligheid. Daar gaat het in heel veel gemeentes over, maar dit valt toch echt wel op bij jullie. Stef heeft het bijvoorbeeld over de Boezingenstraat, die een halve autosnelweg is. De auto's en vele vrachtwagens van onder andere Milcobel, en dat is een fabriek die onder andere melkproducten maakt, houden zich niet aan de snelheid van 70 km per uur. Kunnen er daar geen snelheidsremmende maatregelen komen of trajectcontrole bijvoorbeeld? We hebben al een en ander uitgevoerd, inderdaad, aan snelheidsbeperkende maatregelen. Mm-hmm. Nu, ik zou niet durven beweren dat de vrachtwagens veel sneller rijden dan 70 km per uur. Maar natuurlijk, als een vrachtwagen, een zwaar geladen vrachtwagen, aan die snelheid passeert, maakt dat inderdaad wel wat indruk en geeft dat toch wel het gevoel dat het behoorlijk snel gaat. Maar het klopt wel, de Boezingenstraat wordt meer en meer gebruikt ook als sluipweg naar de Ieperse industriezone. En dat zorgt toch wel voor het gevoel, ik woon in die straat trouwens, dat er daar toch wel wat meer verkeer is en wat sneller gereden wordt dan vroeger. Maar het maakt het niet eenvoudig. Verkeerssnelheden en verkeersmetingen is altijd een stuk subjectief. Maar als we metingen doen, stellen we niet echt groot overdreven snelheden vast, zeker niet van het zwaar vervoer. Maar ik kan me wel inbeelden voor de mensen die hier wonen, dat dat toch wel, ja, soms wel een beetje een bangelijk gevoel geeft. Kijkt u eens achterom. Ja. Ik voel me precies in een film van Jaws. Inderdaad. Het gaat over de gehaaide politici. Ik weet niet of het van toepassing is op u. Bent u gehaaid? Ik hoop van niet. Ik hoop niet dat ik dat imago opgebouwd heb in die jaren. Ik probeer zo eerlijk en oprecht mogelijk aan politiek te doen. Ja. En ik zeg graag de mensen waar het op staat. Maar het beeld van dat men van me heeft, dat kan ik niet. Ja, dat weet ik niet. Oké, goed. Even terug naar dat verkeer in de dorpskernen. Ja. De oppositie, SPA, zegt bijvoorbeeld zwaar verkeer in de dorpskernen, dat zou moeten geband worden. Weg ermee. Maar voor jullie is dat geen optie. Wij proberen ze wat om te leiden. Het klopt inderdaad wel dat wij het doorgaand zwaar verkeer moeten proberen te weren en op andere plaatsen stoppen. Maar we moeten ook beseffen dat als we het verkeer in één straat wegnemen, dat we andere straten extra belasten. In ons geval, als wij bijvoorbeeld de verbinding door de Boezingenstraat gaan wegnemen, dan moeten we beseffen dat we de bewoners van Sint-Juliaan, die nu al langs een drukke gewestweg wonen, dat we die daar nog extra last bezorgen. Ja. Dat maakt het uiteraard moeilijk. Annelies vraagt, kan er in de dorpen geen maximumsnelheid van 30 km per uur komen?
Dat gaan we nu onder andere doen in Langemarkt. Dus na de dorpskernvernieuwing worden de wegen dermate ingericht dat 30 rijden heel natuurlijk aanvoelt. Maar wanneer je natuurlijk langs een gewestweg woont, en dan denk ik aan de dorpskernen van Ploegkapel en Sint-Juliaan, daar is er 50 opgelegd. Die gewestweg gaan ombouwen naar 30 km per uur. Dat is niet eens onze bevoegdheid, maar van het Vlaams gewest. Maar dat gebeurt niet langs doorgangswegen. En dat is toch wel een probleem. Dat is een probleem. Dus dat zou moeten aangepakt worden, dat doorgangswegen, dat daar ook een 30-zone zou moeten kunnen komen. Ja, maar dat lijkt me niet eenvoudig, zeker met het zwaar vervoer die erop zit. Ja, dat is waar, dat is waar. Het is allemaal niet zo makkelijk. Het is toch een moeilijke job, burgemeester zijn? Maar het is vooral een heel diverse job. Dus soms ben je bezig met historische zaken. Ik denk aan Wereldoorlog 1 op onze gemeente. Dan zit je inderdaad plots pal in de verkeersveiligheid. Dan soms wat andere veiligheidsproblemen met de politie of met brandweer. Dan heb je nog heel wat andere zaken. Dus het maakt het wel heel boeiend, omdat het uiterst divers is. Geen twee dagen zijn ooit gelijk als burgemeester. Ja, inderdaad. En het is soms ook religieus. Hè? Want de kerk in Poelkapelle, jullie gaan daar iets speciaals mee doen. Leg eens uit, wat komt daar in die kerk? Ja, wij willen daar een buitenschoolse kinderopvang in bouwen. Dus het is zo dat dat gebouw op zich is dringend aan renovatie toe. En die renovatiekosten zouden, om het enkel en alleen als kerk te gebruiken, ook heel hoog oplopen. Vandaar dat bovendien is het gebruik van het kerkgebouw op zich toch ook wel heel sterk gedaald. Vandaar dat we aan het denken zijn naar nieuwe publieke alternatieven in die kerkgebouwen. En we zouden dus gaan voor een nevenproject. Er blijft nog een gedeelte liturgie in het gebouw zitten. Er is nog een liturgische ruimte. Maar daarnaast willen we naar ook een buitenschoolse kinderopvang en een consultatiebureau voor kind en gezin in maken. Ondertussen, terwijl de mis bezig is, kunnen er enkele jengelende kinderen opgevangen worden. De oppositie is daar niet zo blij mee. Ze vinden het project te duur, omslachtig, misschien zelfs onveilig. Want ja, een nieuwbouw zou misschien veel minder kosten dan de renovatie van zo'n project. Ja, ongetwijfeld, als je vanaf nul kunt beginnen, is dat inderdaad goedkoper. Het probleem is natuurlijk meer en meer ruimte gaan vinden. Op de ruimte waar onze huidige kinderopvang staat, voorzien wij een uitbreiding van de basisschool. Dus en dan moeten we ergens anders gaan locaties zoeken. En dat maakt het natuurlijk minder eenvoudig. Wij proberen de beschikbare ruimte optimaal te benutten, zonder extra nieuwe gronden te moeten aansnijden. En dan moet je natuurlijk een afweging maken waar je wat doet. Mm. Maar wat de oppositie er natuurlijk nooit bij vertelt, is als wij onze kinderopvang in een nieuwbouw ergens anders stockeren, dat we toch nog moeten een oplossing vinden voor het huidige kerkgebouw, die ook dringend moet gerestaureerd worden. Ja, oké. Okay. Burgemeester, heeft u het warm? Dat valt nog mee. Valt nog mee, dan zal ik u toch even doen zweten. U mag even op de witte stip gaan staan. En u mag recht naar mij kijken in mijn ogen. Camera 5. Ja, draait u zich maar een beetje. Zo, ja, draait u zich maar een beetje naar camera 5. Ook u, ja, voilà. Fantastisch. Zo staat u goed. Ik ga u overstelpen met een aantal zinnen die u gewoon moet aanvullen. Een minuut lang. En de tijd gaat nu in. Ik ben burgemeester, omdat... Omdat ik voor mijn gemeente iets wil betekenen en ook iets realiseren. Mijn lievelingsvak op de lagere school was... Ik hield wel van wiskunde. Als ik niet in de politiek was, dan deed ik... Ik was leerkracht elektronica. Ik luister altijd naar Radio 2, omdat... Ze toch wel heel actueel nieuws brengen en hun muziekkeuze kon ik ook mee leven. Wat hoort u graag van muziek? Mijn stijlen zijn nogal divers. Dat gaat van klassieke muziek tot hardrock. Oké. Mijn vrouw vindt mij... Hopelijk aantrekkelijk. Als ik op het toilet zit, denk ik aan... Oh, van alles en nog wat. Zoals? Wat ik nog allemaal moet doen, ik ben nogal een freak in to-do-lijstjes. Dat is een ideaal moment om die to-do-lijstjes op te maken. Ik zou graag sorry zeggen tegen. Mensen die ik in het verleden gekwetst heb, waar ik toch onbewust misschien pijn gedaan heb. Onder de douche zing ik? Nooit. En als ik op de weegschaal sta, tenslotte denk ik... Ja, meestal dat er nog wel een kilo of 10 zou af mogen. Oké, burgemeester, dank je wel voor dit gesprek. U bent geslaagd en u mag vertrekken. Dank je wel.